Ja. Huh? Ja, en toen? Rennen. Ja? Ja? Kleren uitgedaan. Rems in de roep. Rems, help. Help. Oh, kom Rems, help. Hallo, jij kijkt naar een nieuwe podcast. Jullie hebben kennis mogen maken met onze nieuwe reporter Ramsey. Zou u niet zo? Gaat het, meneer? Links pacifisten hier zo. En er hebben mensen gecomment eronder dat wel Ramsey wel eens een lintje zou verdienen. En vandaag heeft Ramsey geen lintje gekregen, maar wel wat anders. Ramsey. Hallo. Wat heb jij gekregen? Ik heb een bronzen legpenning gekregen. En wat? Een bronzen legpenning. Wat is dat voor een penning wat Ramsey heeft gekregen en Johan? Die is van een heldenfonds. Carnegie Heldenfonds heet dat. En dat wordt uitgegeven, die penning, aan mensen die zich heldhaftig hebben gedragen. Waarom? Ja, ik had een vrouw uit de sleutelet samen met Johan daar zo. En waar precies? Ja, in Noordwijk, hier bij Komermeer. Ik ben de burgemeester van Noordwijkerhout. Dat is even wat anders dan wij gewend zijn. Ja, Katwijk is iets anders. Vertel, hoe ging dat? Nou ja. Laten we eens even zien, laten we zien. Oh ja, er sprong een man voor de auto en wij dachten, wat is dit nou? En uw naam is? Goedhart. Toen? Wij springen eruit, we denken we gaan die vrouw redden. Dat ging nogal... Ja, stop maar. We gaan er maar naartoe. Nou, we staan ineens bij de plek des onheils. Ja. En wie ben jij? Ik ben Johannes van Ruchten. Johannes van Ruchten. Jullie zijn hier dus terechtgekomen. Vertel, begin jij. Nou ja, wij waren hier zo. We waren bij Komo & Co gaan eten. Ja? Gewoon een lekker restaurantje hier zo. Echt 5 sterren hoor. Maar wij kwamen hier zo aanrijden en dan spring ik daar niet zo vent voor de auto. Toen? En toen? Ik zat naast zijn moeder en ik zeg, die wou doorrijden. Ik zeg stop. Daar was dat. Hij zegt, ze hebben me worden overvallen. Ik zeg ze nee. Ja. Als ze overvallen worden, dan geef ik hem een stom. Dan geef ik hem een stom. Maar toen we stopten, was het geen overval. Maar de man had hulp nodig. Want zijn vrouw lag in het water. Waar lag die vrouw in het water dan? De vrouw lag hier in het water. Met haar hoofd? Nee, tot met de borst alleen boven water. Ja. Oh, ze kon gaan ademhalen? Bijna niet. En ze zat veel onder de kroost. Het was net een kikker. Nou ja, toen? Nou ja, toen is Johan, die had de leiding genomen. Die ging erop af. Die ging die man helpen. Hoe deed dat? Laat het zien. Ik heb al mijn kleertjes uitgedaan. Ja? En toen ben ik over dat hek gesprongen. Hek, daar hek. Dat hek heb ik zo gesprongen. Doe maar. Ja, doe eens. Ja. Huh? Ja, en toen? Rennen. Ja? Ja? Kleren uitgedaan. Rems in de roep. Rems, help. Help. Oh, kom Rems, help. Ik red het niet, want ze zat daar. Dus ik, Ramsey hield me vast zo. Oh, ja, een andere man helpt Ramsey nog vast. Dan heb ik er één, heeft zo hard getrokken. Waarschijnlijk heb ik de arm uit de kom getrokken. Maar dat lukte niet. Maakt niet uit, ze leeft nog. Hebben ze me bij mijn heupen gepakt, heb ik hem met 2 armen. Help even Rems, help. Oh. En hij hield mij vast. En eindelijk na 5 minuten ploeteren, vechten voor ons leven. En voor die vrouw de leven, hebben we het eruit gehaald. En toen heb ik er een warmtedeken eromheen gedaan. En heb ik er opgewarmd. Oh, warm gevreven. Jullie zijn helder, Rems. Ja, bedankt. Jullie zijn al helemaal geëerd en jullie hebben een penning gekregen, et cetera. Maar waar was de Katwijkse burgemeester? Ja, dat vraag ik me nou ook af. Oké, je hebt wel een bloemetje gekregen, heb ik begrepen? Ja, we hebben een bloemetje gekregen met een beetje copy-paste. Maar jij wilt meer, hè? Ik wil meer. Nou, Remsy, jij wilde meer? Ja. En wie staat er naast me? Nou, de burgemeester van Katwijk. Burgemeester, Remsy wilde meer. Ja, ik hoor het. Ik ben benieuwd waar die eindigt, want volgens mij gaat hij telkens een stapje hoger als ik... Nee, ik denk dat dit wel het eindstation is van dit item in ieder geval. Remsy, laat eens de burgemeester zien wat je hebt gekregen. Nou, meneer de burgemeester, ik heb een heel mooi tasje gekregen van de gemeente Noordwijkerhout over de fusie. En ik heb een hele mooie legpenning gekregen van de gemeente Noordwijkerhout. Ja, fantastisch. Wat goed, joh. De bron... Wel eens... Ja, ik reik hem ook wel eens uit. En ik heb ook deze een keer eerder uitgereikt. En het is natuurlijk hartstikke mooi dat er mensen zijn die bereid zijn om toch hun eigen leven te riskeren, om toch het water in te gaan, om anderen te redden. En dat heb jij gedaan en dat is natuurlijk fantastisch. En, geeft u hem even aan Ramsey, dan heeft hij 2 keer gekregen van de burgemeester. Ja, nee, maar je hebt hem echt gehad van de burgemeester van Noordwijkerhout. Maar ik ben alleen maar heel trots dat jij hem hebt als inwoner van Katwijk. En Katwijkers staan gewoon bekend dat ze niet bang zijn, dat ze... Er gewoon inspringen om mensen te redden. Nou, en dat heb jij in Noordwijkerhout op een hele voortvarende manier laten zien. Dus hartstikke goed. Top. Nou, dan gaan we het item eindigen. Ramsey is de held. Dankjewel burgemeester ook voor uw tijd. Graag gedaan. Burgemeester ook een held hoor. Hoezo? Nou ja, is die toch? Ja, absoluut. Ik vind de burgemeester ook een held. Deze keer niet. Deze keer ben jij de held. Ik wil u bedanken voor het kijken naar Podcast. Tot ziens. Tot de volgende Podcast.